helaas, helaas, helaas. Het oudste bedrijf en de enige overgebleven winkel van Schaarsbergen gaat na 75 jaar verdwijnen. Bakkerij Rijnen is een groot begrip in de wijk, maar is genoodzaakt te sluiten. Wij wonen hier 36 jaar, dus 36 jaar komen wij hier met heel veel plezier. Altijd prachtig gelegen in de bossen en heerlijke dingen die ze hebben. En dat helemaal uitschiet. Dat zijn de chipolatataarten die wij altijd hebben bij onze verjaardagen. Maar ook onze kennissenkring, die hebben altijd de chipolatataart van Rijnen. Ze hebben hele lekkere croissantjes hier en de kaasstengels zijn echt heel populair. En op dinsdag hebben ze een mooie aanbieding, dus daar kwam ik eigenlijk ook toch zeker één keer in de maand. En dan gooide ik de hele vriezer vol met brood. Mogen we even met u mee naar binnen om binnen te kijken? Ja hoor, van mij mag dat. Het brood is vers, het wordt 's nachts gebakken en je hebt het dus kakelvers, heb je het dan thuis. Dus het is heel jammer dat het weggaat en dat ook het ambacht hier verdwijnt. In Schaarsberg is voor de rest niks meer wat we iets kunnen halen, alleen dit. Dit was er, ja. Ja, dat is echt super jammer. Het is de enige winkel die hier nog op Schaarsbergen was. En we hebben ons huis gekocht van mensen die hier al 50 jaar wonen op Schaarsbergen. En die vertelden dat er vroeger best wel veel winkels waren. En dit is de enige die er nog is. Dus dat is wel jammer. Decennia lang stond het familiebedrijf in nauw contact met de buurt. Het was hier ook dat het een sociaal iets was. Dat je elkaar zag, dat je ook eventjes een kwekje met elkaar had. En dat was een sociaal gebeuren hier. Hier zag je elkaar. Ja, absoluut. We gaan het heel erg missen. De bakkerij is genoodzaakt te sluiten omdat een van de eigenaren recent is te komen overlijden. Ja, het is heel erg. Het is echt ook heel tragisch. Ook voor de bakkerij zelf en voor de medewerkers. En niet alleen voor de bewoners hieromheen. Maar het ergste is natuurlijk voor de bakkerij zelf. Ja. Ik zag dat het te koop staat op Funda. Dus ik heb wel een soort van goede hoop dat het wordt gekocht door mensen die er toch ook een soort van winkel of gezamenlijk punt van willen maken. Dat zou wel fijn zijn.